beste mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Super Mario Bros. 3 hier bij TGNL. We gaan weer verder in deze hel. We zitten letterlijk in een wereld waar alleen maar onder water levels in zitten. Dus ja, dat wordt al sowieso echt verschrikkelijk. Ik heb echt een bloedhekel aan het waterlevels en daar kom je ook wel tegen in deze fantastische wereld. Deze wereld zit dus echt alleen maar vol met alleen maar waterlevels. Dus ja, dat wordt echt verschrikkelijk, weet ik nou al. Dus ja, dit wordt waarschijnlijk echt helemaal niks. Oké, kijk, daar gaan we al. Kijk, dan kom je allemaal van dat soort rot dingen tegen. Van die squids, van die bloopers. Dus ja, ik heb nu al gewoon een bloedhekel aan deze wereld. Daar komt het ongeveer op neer. In ieder geval, we hebben dit level wel in één keer kunnen halen. Wat best wel een prestatie is. Wat ik zelf eigenlijk best wel wat vind. We gaan nu eventjes deze memory game weer even spelen. We hadden de vorige keer best wel veel moeite mee. En dat zou dit keer niet anders zijn. Oh, we hebben wel een bloemetje. Ah, jammer. We hebben wel een mooie fireflower. Wat ik heel even wil gaan doen. Is, ik wil even snel gaan saven. Naar mijn save file 8. Hoppakee. Want daarop sla ik altijd mijn shit op als ik ga opnemen. En dat is eigenlijk het hele ding. Ik wil eigenlijk wel deze game zo snel mogelijk uitspelen. En als ik de hele tijd dood ga, dan ja, dan gaat het allemaal een beetje lastig natuurlijk. Het mooie is wel dat we zitten nu dus in een level waar we niet in het water, maar boven het water zitten. Dus dat is wel weer al even heel mooi. En ik trap er elke keer in dat het lijkt alsof ze gaan springen. En deze was gewoon echt heel erg lullig. Ah, oh, shit. Nou ja, ik ga niet klein beginnen. Ik wil gewoon, hoppakee, zo. Begin gewoon op deze manier. Dat is wel al even een ding. Ik wil niet mijn levens vrij snel verliezen. Dus ja, dan doen we het maar gewoon al even zo. Dit level heeft wel een heel erg leuk muziekje, vind ik zelf. Een hele hoop mensen die vinden de muziek van de NES tot op de dag van vandaag nog steeds best wel slecht. Ik snap ook best wel waar je vandaan komt, want de muziek die klinkt heel erg gepixeleerd. Maar ik vind de NES muziek op zich best prima. En dat past ook wel bij Nintendo's oldschool stijl. Moeten we hier naar beneden? Ja, we moeten hier naar beneden. Hoppakee. En we hebben weer een leveltje gehaald. Dat is mooi. Oh, ik heb hem gemist. Shit. Dat was alles behalve de bedoeling. Dat was niet echt slim, helaas. Maar ja, kan ons allemaal wel eens gebeuren, toch? We gaan in ieder geval naar het volgende level. Dat is een mushroomhuisje. Is niet echt een level, maar het is gewoon een extra bonus game. Kies gewoon een kistje. Pak de spullen die je daaruit krijgt. Het is een Kickforce pak. Oh, dat wordt leuk. Die Kickforce pakken die zijn altijd wel leuk in het spel. Oh, nee. Niet dit klote level. Nee. Ik heb geen zin in dat ding. Nee. Nou, we zien hier grote Bertha. Dikke Bertha, hoe je dat ding ook maar wilt noemen. Punt is dat we nu te maken krijgen met een enorme vis. Dit wordt echt verschrikkelijk. Ik weet het al. Oh, shit. Nee. Oh, kom op. Klop. Laat me eruit. Huppakee. Oké. Oeh, kijk, een mushroom. Nou, die pakken we niet meer op, joh. Heeft helemaal geen zin meer. Oeh, ik merk wel een klein beetje lijk. Ik heb Big Bertha wel dood, maar volgens mij kwam hij wel elke keer weer terug. Kijk eens, daar is hij alweer. Big Bertha, die kan gelukkig niet zo hoog springen. Dus we moeten in ieder geval een beetje hoog blijven. Dan komt het allemaal wel weer goed. Alleen, ik ben niet zo goed in hoog blijven. Oeh, daar had hij me bijna. Ding is wel, oh, godsamme. Als dat ding mij niet zo... man. Kom op, hé. Oh, ik vergeet trouwens helemaal te gaan saven. Ja, ik doe het heel eventjes op deze manier, want... ja, ik heb geen zin om nog heel erg gek veel moeite te doen om dat ene level te halen. En om, ja, weet ik veel, om de hele game weer overnieuw te gaan lopen spelen. Want ik heb ook wel eens meegemaakt, ik heb vaak genoeg meegemaakt tijdens streams dat ik dood ging en dat ik toen per ongeluk in plaats van op de continue knop de start knop indrukte. Wat dus inhoudt dat ik weer helemaal overnieuw moest gaan beginnen. Heb ik heel erg vaak geflikt op stream. Want ik heb geen zin om dat nog een keer mee te maken tijdens deze serie. Oeh, dat ging toch bijna mis. Maar gelukkig net niet.
Shit! Oeh, een klein beetje lag hier en daar hier in dit level. Ik weet niet hoe dat kan, want ik heb een best wel goede PC, maar dat maakt niet al te gek veel uit. Gelukkig draait de game grotendeels gewoon op 60 frames per seconde. Dus dat is niet het grote probleem. We hebben Big Bertha dood en komt hij zometeen ook weer terug? Ja, waarschijnlijk. Oeh, ja hoor, daar is hij weer. En, oeh, een beetje rustig aan doen hier al. Oeh, ja, nice. We hebben hem gehaald, volgens mij. Yep, we hebben hem gehaald. Gelukkig maar. Oh, man. Oh, mijn god. Ik mis hem gewoon weer. En alsnog die ster. We krijgen wel even een extra leven voor terug. Dat is mooi. Daar ben ik blij mee. Dank u wel, game. En we gaan naar het volgende level dat een kasteel is. Nice. Dit keer heb ik wel eventjes de opname een beetje goed gepland. Of heb ik de opname een beetje goed gepland? Dit keer heb ik wel gewoon even de opname een beetje goed gedaan. Zodat jullie dit keer wel even de boss fight te zien krijgen. Dat is wel even mooi. Hadden we de vorige keer dat ook gedaan, de boss fight? Ik weet het eigenlijk niet meer. Ah nee, dat is deze. Ah. Hier, dit is echt verschrikkelijk. Ik heb dit eerder gezien op YouTube. Bij Dutch Place heet die gozer volgens mij. Dus 2, 3, shit, 4, dood. Dood en verderf. Zo gaat het in Mario Bros 3. Ik vergeet trouwens wederom helemaal te gaan saven. Quick save state. Boom. Hoppakee. Ja, ik doe dat gewoon even omdat ik anders gewoon echt te veel moeite moet doen om dat ene level te gaan halen. Ik ga het nu wel even doen als kleine Mario. Omdat, ja. Ik heb geen zin om een kickforce pak nu al te gebruiken. Kun je naar beneden? Nee, dat kan niet. Oké. Geeft niks. 1. 2. Spook. 3. Thwomp. Spook. 3, 4. 5. 6. Is dit wel 6? Ja, dit is 6. Oké, dan gaan we nu dus naar die boss fight toe. Wil ik heel even 7. 8. Huppakee. Dank u wel. En hup. En boss fight. Tijd. Nu wordt het kut. Want nu gaat hij vliegen. Nee. Ik heb geen zin in dat gevlieg van hem. Kutzooi. Dit is verschrikkelijk. Ik heb wel gewonnen, gelukkig. Oké. Ik had serieus verwacht dat ik hier veel langer over zou doen. Maar dus niet. Daar ben ik wel weer even blij mee. Dan gaan we ook wel even saven. Boom. Ik ga dat nu gewoon al even met shortkeys doen. Want anders dan duurt het allemaal weer zo lang. Oh ja, dit spel. Leuk. Gaan we even inschatten. Nou ja, dit lukt toch niet. Dus waarom doe ik nog moeite? Bijna mushroom. Had ik waarschijnlijk 2 one-ups voor kunnen krijgen. Maar oké. Oké, er zijn nog best wel veel levels in deze wereld. Dus we zijn hier nog wel even mee bezig, heb ik het idee. Oh, we zijn in dit level. Oh, dit is gelukkig even op het land. Dat scheelt ook weer even een hele hoop. Oh, die piranha planten weer. Are you kidding me? Oh, crap. Dit gaat waarschijnlijk best wel een frustratie worden. Nou ja, dit is gewoon weer een level op het land. Dus dat valt wel weer mee. Ah, nee. Gaan we dit krijgen? Oh, nee. Gelukkig niet. Nee! Shit! Ah, dat is naar. Dat is nou weer naar. Oké. Gelukkig heb ik mijn state gesaved. Dus dat scheelt ook weer even een hele hoop. Hup. Oh man, dit is gelukkig geen onderwater level. Dus dat scheelt dan ook weer even een hele hoop frustraties. Maar het punt is gewoon... Wauw, moeilijk. Moeilijk praten. Praten gaat moeizaam, zo kun je dat noemen. Godsamme. Oké, dan slaan we die gewoon even over. Ik heb geen zin in dat level. Shit. Gaan we dit krijgen? Oh, zo... Nee. Hier heb ik echt geen zin in. Hier heb ik echt geen zin in. Oké, ik ga gewoon even onderlangs. Ik heb geen zin om gezeik met die gasten te krijgen. Oh ja. Big Bertha onder water. Dat is nog irritanter. Shit, nee. Schiet hij natuurlijk die kleine... Ah! Nee. Waarom, waarom, waarom? Zeg mij waarom. Moet ik al eens... Oké, sorry. Dit ga ik maar gewoon even niet meer voortzetten. Oeh, ah, kom op, hé. Hey. Klote bloopers. Ik haat die inktvissen. Zo erg.
En waarom zijn die dingen over het hele level verspreid? Dat vind ik niet zo leuk. Oh man. Onderwater levels, jongen. Als je dit spel speelt en je komt uiteindelijk in wereld 3, dan is dat en een prestatie en frustratie. Het zijn twee dingen tegelijk. Oh man. Dit is echt verschrikkelijk. Ja, ik kan een van deze twee levels kiezen. Wacht even, had ik niet een kickforce pak? Ja, ik had gewoon een kickforce pak hier. Oké, is prima. Nee, ik ga dit... Nee, of niet per se. Oké, dan kunnen we wat beter zwemmen. Dat is alweer chill. Dan kan ik wat meer accuraat gaan zwemmen. Oh, dat wist ik dus niet. Ik dacht hij kan wel ertussendoor zwemmen, maar nee. Sure. Waarom niet? Maak het level maar weer even moeilijker. Het spel is al moeilijk genoeg zo. En wat gebeurde er net? Shit. Werkt? Oh kijk, ja, werkt nog wel. Nice. Ik dacht heel even dat mijn pijltjestoets vastliepen. Dat zou echt heel erg vervelend zijn eigenlijk. Oh god. Moet ik de rest gaan doen met kleine Mario? Oké. Fuck it, ik ga dit stuk hier al even saven. Ik heb geen zin om alles weer even helemaal overnieuw te gaan lopen doen. Hup. Dat is gefixt. En oeh. Ik weet het, ik word zo nerveus. Die bloopers ook. Oh. Big Bertha. Kom mijn dag maar weer even verpesten. Ik heb nog een hele prettige dag voor de boeg. En dan kom jij het wel even weer verpesten met je kleine kutkinders. Godsamme. Oh ja. Is dit het einde van het level? Please, let this be the end of the... Of the rainbow of zo. Ik heb geen idee. Ik heb geen idee waar ik het allemaal over heb. Het is het einde van het level in ieder geval. We hebben er redelijk lang over gedaan als je mij vraagt. Ah, twee Hammer Bros. Nee, waarschijnlijk zijn dit ook weer Boomerang Bros. Ik weet het ook niet. We hebben wel nog een redelijke wat levels en nog een kasteel. Prima. Sure. Oh shit. Nee. Ah shit, ik was vergeten om een state te saven. Oh man. Het zit me ook weer even niet mee vandaag, hè. Het is echt verschrikkelijk dit. Nou ja, we hebben het level in ieder geval wel gehaald. Wederom, voor de tweede keer. Dat kan natuurlijk ook. Alles voor de tweede keer halen. Alleen dit keer geen ster, maar een mushroom. That's pretty fucked up. This is very shitty. Oh, die Hammer Bros die staan me dit keer in ieder geval niet te veel in de weg. Ik ga me steeds saven. Ik ga de aflevering afsluiten. Ik bedank iedereen voor het kijken naar deze aflevering van Super Mario Bros. 3. Als je ervan hebt genoten, doe dan dat duimpje omhoog. En voor nog veel meer van dit soort super toffe gaming video's, abonneer je op ToGamingNL. En dan zie ik je graag terug bij de volgende video. Later!